pietend met roetvegen op het gezicht. Volgens Nederland Wordt Beter is dat de manier om het Sinterklaasfeest zo te vieren dat iedereen het leuk kan vinden. Een Piet zonder kroeshaar en dikke lippen, maar wel met roetvegen. Ze organiseerden een fotoshoot met sympathiserende modellen. Ik had wat afbeeldingen al gezien, ook bij de V&D, dat je blanke kinderen ziet of mensen met roetvegen. En toen dacht ik, ja kijk, zo kan het ook. En dan is het hele, hele discussie is dan weg. Dus in die zin wil ik een bijdrage leveren aan het beeld. Dat iedereen denkt van het moet zwart zijn, maar als je het een beetje eraf haalt, dan zie je al dat het helemaal niet hoeft. En dat dan daardoor iedereen mee kan doen en dat het voor iedereen leuk is. Als Nederland Wordt Beter, willen we gewoon positief bijdrage leveren aan de discussie rondom Zwarte Piet. Dat het anders kan en dat je met de roetvegen en een mooie Pietpak ook ver kan komen en eigenlijk heel mooi kan maken voor iedereen. Jamaine staat graag model voor de campagne. Omdat ze iets bespreekbaar willen maken en iedere keer als ik een discussie hoor over Zwarte Piet wel of niet, dan is het altijd alsof twee krachten gewoon alleen maar ja, nee en niet naar elkaar willen luisteren. En dat bespreekbaar maken, dat vind ik gewoon heel erg goed hier, heel anders. Vrouwtje heeft geen jeugdtrauma's van Zwarte Piet. Ik heb fijne herinneringen aan Sinterklaas en ook aan Zwarte Piet. Ik ben zelf een paar keer Zwarte Piet zelfs geweest, toen ik jong was. Het hoorde erbij. Bianca vond Zwarte Piet vroeger best eng. Ik vond het als kind, vond ik het ook een beetje eng, Zwarte Piet. Dat ik echt onder mijn bed ging liggen als hij dan aan de deur kwam en zo. Maar dat was ook nog in de periode dat er met hele dikke accenten gesproken werd. En dat, dat het ook een soort boeman-achtig figuur was. En is dat misschien wel wat veranderd, maar ik vind het gewoon ik voel me er gewoon heel comfortabel bij. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het heftig, want ook bij mij ging even die nostalgie, hè, van ja, je hebt een mooie herinnering daaraan, aan jouw kindertijd. Maar hoe meer ik daarover hoorde, en ook vrienden van mij die uit Ghana of uit Curaçao kwamen, die zeiden van, mevrouwtje, het kan eigenlijk niet meer. En daardoor ben ik, dus mede door hun en ook door de kunst, door de beeldende kunst, ben ik aan het denken gezet van, ja, waar zijn we eigenlijk nu mee bezig? Dus ik vond het heftig. Dat vind ik ook, dat geef ik ook toe. Ik vond het best heftig om dat te horen. Omdat ik zelf totaal geen associatie daarbij had. Bij het Zwarte Piet associeerde ik niet met zwarte mensen. Ja. Maar Sinterklaas is toch gewoon een kinderfeest? Het zijn toch alleen de volwassenen die er zo'n toestand van maken? Bianca voelt zich juist als ouder verantwoordelijk. Kijk, vaak wordt ook gezegd van, kinderen die hebben het allemaal niet door. Maar ik sta daar als ouder bij en ik heb zelf het gevoel dat het niet kan. En dan moet ik dan dat wel mee gaan geven en dan aan mijn kind laten zien dat het dus blijkbaar normaal is. En ja, daar voel ik me niet prettig bij. Maar wat vind je dat het niet kan dan? Omdat, je zet een soort van negerclown neer, zeg maar, in mijn ogen. En dat, ik vind dat gewoon niet kan. Je maakt een karikatuur van iemand met een donker uiterlijk en dan vervolgens moet hij heel erg grappig gaan doen. Net als velen in Nederland kostte het vrouwtje best wel moeite om met de kritiek op het feest om te gaan. Toen ik echt bewust werd ervan, van wat het met mensen doet, hè, dat het racistisch is voor heel veel mensen. Toen had ik wel op een gegeven moment een anti-reactie van oké, met hele feest is mijn jeugd of wat ik heb zelf heb meegemaakt, dat is echt, ja, dat mag gewoon niet meer. Dat mag ik niet meer aan terugdenken. En ik denk dat dat bij een proces hoort ook. En nu heb ik dat totaal niet meer. Nu kan ik er heel erg fijn over aan terugdenken. En zeg ik ook, ik ben ook Zwarte Piet geweest en ik vond het hartstikke leuk. Het enige is, nogmaals, dat het gewoon nu niet meer in deze tijd kan.
Nee, ik denk het meer dat het een soort evolutieproces is. Ik bedoel, ja, tradities zijn altijd aan verandering onderhevig. Ik ook een maat. En ja, jij ook een maat. En ja, het is nu gewoon tijd voor een volgende stap in de evolutie. Ik zie het meer als een soort natuurlijk proces wat dat betreft. En een vrouwtje, even de bim. Hoera! Hoera!